Universiteit van Nederland. Legt uit. Met deze 3 tips krijg je een gezonder gebit. 1. Moet je voor of na het eten je tanden poetsen? Daar kan ik heel kort in zijn. Dat is na het eten. En om uit te leggen waarom, moeten we kijken naar tandglazuur. De buitenste beschermlaagje van je tand. Dat bestaat uit verschillende deeltjes, onder andere calcium en fosfaat. En dat is heel hard, dus die beschermt je tanden. Maar hij heeft 1 zwakte. Het lost op in zuur. En het zuur is er altijd als je iets eet. Dus we verliezen calcium- en fosfaatdeeltjes uit het glazuurbuitenlaagje. Maar de meeste tandpasta's hebben een superpower, fluoride. En fluoride kan tijdens het oplossen van glazuur inspringen. En glazuur wordt daardoor veel sterker en lost minder makkelijk op. De reden dat je na het eten wil poetsen is dat je de zuren wil wegpoetsen, zodat het glazuur stopt met oplossen en begint met herstellen. En voor dat herstel wil je ook dat fluoride in de buurt is. En dat maakt glazuur weer sterker voor de volgende zuuraanval. Dan heb ik nog een tip. Om fluoride zijn werk het beste te laten doen, zou je eigenlijk na het poetsen niet je mond moeten spoelen, maar alleen uitspoegen. Want door spoelen, spoel je ook de fluoride weg voordat die zijn werk heeft gedaan. En dan heb ik nog een tip. Zorg dat je tussen elk eetmoment minstens 2 uur tussen hebt. Want anders is er niet genoeg tijd voor glazuur te herstellen. 2. Niet alleen snoep is super slecht voor je tanden. Suiker in snoep inderdaad veroorzaakt gaatjes. Maar suiker zit niet alleen in snoep. Suiker zit ook bijvoorbeeld in fruit. In vers fruit, zoals banaan. Maar ook in gedroogde fruit, zoals dadels. En dadels en rozijnen, die zijn vol met suikers, maar die zijn ook heel erg plakkerig. Dus die suikers blijven veel langer op je tanden plakken. Maar er zijn ook andere soorten suikers in de vorm van zetmeel. En die zien we in pasta, rijst of brood en andere producten. Die dus ook wel schade kunnen veroorzaken aan je tanden. Gaatjes worden namelijk veroorzaakt door bacteriën. En die bacteriën eten suikers of koolhydraten uit zetmeel. Ze vinden allebei even lekker. Die suikers eten ze op en als afvalstof scheiden ze zuur uit. En die zuur blijft op je glazuur zitten en daardoor lost je glazuur op. Die bacteriën zwemmen niet zomaar rond in de mond. Die moeten ergens vastklampen, anders slik je ze door. Dus hun favoriete plek is bijvoorbeeld op je tanden. En dan vormen ze tandplak. En als je de tandplak niet verwijdert, wordt die steeds dikker en ouder. En dan verzamelt zich ook steeds meer zuur. En daarom ook de grotere kans dat die glazuur onherstelbaar beschadigd wordt. En dat kan leiden tot een gaatje. Daarnaast irriteert tandplak je tandvlees. En tandvlees reageert terug met een ontsteking. Dat zie je als bloedend tandvlees. En daarom is het belangrijk tandplak 2 keer per dag goed weg te poetsen. En het maakt niet uit wat je eet, snoep of boterhammen. 3. Pas op met mondwater. Bacteriën kunnen dus voor problemen zorgen in je mond, zoals gaatjes veroorzaken of ontstekingen van tandvlees. Maar meeste bacteriën zijn eigenlijk goed voor je. Ze leven in harmonie met jou en zorgen dat er allemaal ziektekiemen, allemaal indringers van buiten, weggehouden worden. Die indringers, als ze voorbij komen, worden weggevochten door je goede bacteriën. En dat is maar goed ook. Want als ze wel kunnen blijven in je mond, dan kunnen ze infecties of andere ziektes veroorzaken. En dat willen we niet. En hoe vechten die bacteriën indringers dan weg? Nou, ten eerste houden ze alle plekjes bezet. Of ze eten al eten op, alle voedsel wat ze lekker vinden. En kunnen ze ook echt oorlog spelen. Ze maken stofjes die giftig zijn voor die indringers en waar ze zelf geen last van hebben en waar wij ook zelf geen last van hebben. En activeren ze ons immuunsysteem, die dan ook de oorlog met de indringers kan beginnen. Dus als je een agressieve mondwater gebruikt waarop staat dat die 99% van mondbacteriën doodt, dan gaan alle bacteriën dood, dus ook die goede, die je zo beschermen tegen de indringers. Maar daar kunnen indringers binnenkomen en er zijn geen goede bacteriën meer om ze tegen te houden. Een betere optie is daarom een milder mondwater die niet je bacteriën doodt, maar eentje bijvoorbeeld met fluoride erin die je glazuur sterker maakt. Maar ga eerst naar je tandarts of mondhygiënist en vraag of dat in jouw situatie nodig is. Want met gewoon goed poetsen en stoken hou je mond schoon genoeg en hou je ook de goede bacteriën in leven. Moet je al je spaargeld in cryptovaluta stoppen zoals Bitcoin? Ik ben Annelieke, rechtseconoom, en volgende week leg ik jou uit waarom dat heel onverstandig is.